Nou, vroeger was het namelijk een punt, een keerpunt voor de jeugd van Zeist. Vroeger, toen ze nog jong waren, dus dat er nog de tram liep over de Slotlaan, toen was het eigenlijk een promenade om aan een meisje te komen. Want daar kreeg je verkering. Daar liepen de meisjes van Zeist en de jongens van Zeist zaterdags. Dus dan liep je van het station af naar het rond. En dan kwam je heus wel een keer een bekende tegen. En het was namelijk een verzamelpunt eigenlijk ook. Hè? En dat, ja, dat was... Het was en dan had je nog een zogenaamde pisbak bij de Tront. Die stond achter het gemeentehuis. Bezij het gemeentehuis. Is er ook al niet meer. Maar dat had je toen. Dat is een hele stalen pisbak. Dat ouderwetse. Het was de enigste, geloof ik, in Zeist. Nou ja, en aan de overkant had je dan het Hermitage. En daar had je dan het park en het postkantoor en Vigi. Een theaterhuis. Dat was een kroeg waar iedereen kwam, waar de jeugd, waar veel jongeren kwamen in het raadhuis. Dat was ook een ontmoetingscentrum. En dan, daarnaast het raadhuis, daar had je een sigarenfabriek van graaf Adolf. En daarnaast zat Milano. Dat was een ijssalon. Die had toen al, dat is dus net voor de oorlog en even na de oorlog, ik denk het voor de oorlog was, die had al Russische biljart staan. Met die zakken, weet je wel? Met die gaten. En dan ging je daar ijs eten, want Petro was er nog niet. Dan gingen we daar ijs eten en dan kwamen al die jongens samen eigenlijk daar, hè? Al die jeugd samen. En dan kon je biljarten, je kon er gaan zitten. Het was een hartstikke gezellig ding. De hele Slotlaan is eigenlijk veranderd in de loop der jaren. Vroeger was het dan een tramrails lag erop voor heen en terug. Dan lagen twee rails naast elkaar voor de toer en heen. En het was heel gezellig, want dan kwam die groene tram, de geel-groene tram voorbij. En zomers hadden ze daar open rijtuigen. En dan zag je daar al die mensen in zitten en dan zwaarde je en je begroette de mensen. En ja, het waren ook allemaal kleine middenstanders eigenlijk die op de Slotlaan woonden. Het was een echte leuke winkelstraat. Tegenwoordig is het eigenlijk allemaal groot winkelbedrijven geworden. Maar vroeger was het echt klein winkelbedrijf. Nou, en zo zijn ze allemaal weg eigenlijk. Al die zaken zijn verdwenen die er vroeger waren. En dat gaf gezelligheid. Want en die winkels waren allemaal tot 10 uur open voor de oorlog. Zaterdagavond kon je tot 10 uur terecht. Hoor. Dan kon je lekker wandelen. En dan ging je wat kopen, kreeg een dubbeltje van je vader of van je moeder. En dan kon je daar wat gaan kopen. He? Ze stonden allemaal eigenlijk... S'avonds tot een uur of 10 stonden ze nog op klanten te wachten of er nog mensen kwamen.